met te komen. Ja, dus hij is nu live. Welkom mensen die nu rustig binnenkomen. We gaan zo van start als we met het grootste deel er zijn. Dus kom rustig binnen, ook al zien we jullie niet. Jij kan wel zien wie er binnenkomen. Ja, dus ik zie dat Carola binnenkomt, Esmeralda, Leante, nou, allemaal namen. Dus, waarom zie ik dat dan niet? Ik heb ook participants. Je moet je klikken. Ja, ik zie het ook, ja. Nou Jan, we kunnen van start. Oké, ga ik beginnen. Beste mensen, welkom allemaal. Zoom is school nummer 8 volgens mij. In dit geval over het dialoogmodel in de contractering betrokkenheid van inwoners. Even goed om dat tevoren toe te lichten. We hebben bedacht om dat toch eerst vooral op inwoners, zeker cliënten, te richten. Terwijl we weten dat we het net zo goed belangrijk vinden dat we dat ook voor professionals doen. Maar we richten ons vandaag vooral op de inwoners. Het doel is om jullie te inspireren bij het, rond het betrekken van inwoners bij de contractering van de jeugdhulp en hier ook met elkaar over uit te wisselen. Ik zal na mijn inleiding het woord geven aan Nadine en Sophia van EHDK, het bureau wat ons ondersteunt bij de leergang in contracteren. En die zullen jullie verder meenemen een aantal sprekende voorbeelden waar ze later zelf op terugkomen. En maar eerst wil ik jullie even toelichten waarom het betrekken van inwoners in de contractering zo belangrijk is. Uitgangspunt voor inkoop is samenwerking met alle belanghebbende partijen. Want zonder deze samenwerking wordt inkoop al snel gereduceerd tot louter contracteren en komt er van transformatie over het algemeen maar weinig terecht. Dat is ook een beetje de ervaring van de afgelopen 6 jaar gebleken. Belangrijk is dus dat er samenwerking tussen gemeenten, aanbieders, professionals en inwoners ontstaat. En het fundament voor iedere vorm van samenwerking zijn aan een goede relatie, wederzijds respect, maar vooral ook duidelijkheid over elkaars rol. We beweren dus niet dat iedereen met in volledige gelijkheid in zo'n proces zou moeten zitten. We beweren vooral dat die 4 partijen betrokken moeten zijn. En daaronder is in ieder geval ook dat inwonersperspectief. En dat mag je op allerlei manieren uitleggen. Het inwonersperspectief, het cliëntperspectief, het cliëntvertegenwoordigingsperspectief. Dat is nog een zaak om dat goed in te vullen. Even kijken wat ik nog meer tegen jullie zeg. Ik wil het eigenlijk kort houden. Het gaat er dus om dat er een zinloze dialoog met elkaar kan worden gevoerd. Want we zien dat heel vaak inwoners en aanbieders, en vooral professionals, een toch weer een genuanceerder beeld hebben wat er in de werkelijkheid gebeurt, als wat je vanuit een gemeentelijke context precies kunt overzien. Dus het is ook vooral heel van groot belang voor gemeenten zelf om die informatie erbij te hebben. Wij richten ons dus in deze Zoomer School vooral op de betrokkenheid van inwoners bij deze dialoog. Die betrokkenheid van die inwoners is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk als het gaat om het formuleren van de hoofdlijnen van het inkoopbeleid, maar ook in het proces daarna, dus ook rondom visievorming, beleidsvoering tot aan uitvoering toe. De jeugdzorg, en eigenlijk kan je het wel zeggen, voor het sociaal domein is dermate breed en groot dat het de komende jaren nog sterk in bewering zal zijn. En dan is een permanente vorm van overleg en samenwerking met inwoners wel echt noodzakelijk om dat te kunnen doen. Dit gaat maar vooral van wenselijke transformatie in de vorm van innovatie, projecten, experimenten enzovoort. En tenslotte is het altijd leuk om nog een keer te zeggen dat inkopen is een werkwoord en dat is ook nog een samenwerkingswerkwoord. Dus wat dat betreft zouden we dat ook met elkaar serieus moeten nemen. En Amber, met deze introductie geef ik het woord terug aan jou, want dan kan jij verder de techniek van vanmiddag uitleggen. Dankjewel Jan. Welkom allemaal. Het is voor ons allemaal een beetje gek, want wij zien jullie niet en jullie zien ons natuurlijk wel. Wat ik jullie even wil meegeven, we krijgen straks een mooie presentatie en daar zullen vast en zeker heel veel vragen over komen. En die vragen zijn heel erg welkom, dus stel al je vragen die je hebt. Hoe kun je dit doen? Dit kun je doen door in de functie Q&A, dat zie je daar staan, kun je je vraag stellen. Als je de vraag via de Q&A-functie stelt, dan ziet iedereen die. Dus dat is heel erg fijn en dan kunnen we ook op elkaar reageren. Soms zullen sprekers ook vragen om even wat input te geven. Dus bijvoorbeeld een antwoord op een vraag of een stelling. Dat kan dan weer via de chat-functie.
En mochten er overige dingen zijn, zoals technische problemen of iets anders, stuur mij dan persoonlijk even een chat en dan pak ik dat verder op. De bijeenkomst wordt helemaal opgenomen, dus achteraf sturen we die naar jullie toe, zodat jullie die ook binnen jullie netwerk, bij jullie collega's of andere mensen kunnen delen, zodat het verder verspreidt dan alleen de mensen die hier zijn. Dus ik wens jullie heel veel plezier en dan geef ik het woord over aan Nadine. Dankjewel, Amber. Dank voor het woord. Mijn naam is Nadine de Kort. Samen met mijn collega Sofia Rapsanioti zullen we vandaag de webinar of de Zoomerschool begeleiden. Prachtig thema. Graag ga ik je wat meer vertellen over het programma. Ons doel is vandaag om jullie met name te inspireren en concreter aan te geven waarom cliëntenparticipatie belangrijk is, maar met name hoe je het invulling zou kunnen geven. We zullen starten met een korte toelichting op wat cliëntenparticipatie nou precies is en welke vormen er zijn. En we zullen van daaruit handvatten geven voor de mogelijke manieren hoe je cliëntparticipatie vorm zou kunnen geven, zowel binnen gemeentes als regio's, als wel binnen zorg, hoe zorgaanbieders het zelf doen. En belangrijk is ook om te kijken hoe we van elkaar weer kunnen leren en de samenwerking kunnen opzoeken. En dan zullen we afronden met een aantal belangrijke takeaways voor om thuis aan de slag te gaan. Zoals Amber aangaf, is er ruimte voor vragen. En die zullen dan nadat de meer theoretische gedeelte voorbij is en we starten met de gesprekken met de aanbieders en de gemeente. Maar allereerst, we gaan er voor het gemak wel van uit dat cliëntenparticipatie ontzettend belangrijk is. Maar ik vind het wel goed om, voordat we verder gaan, even te polsen bij jullie. Van zijn inderdaad cliënten nou onmisbaar bij het maken van beleid? Hiervoor kun je je reactie in de chat opnemen. Dus ik zie al twee ja's. Oké. Ik zie ook een soms, dat prikkelt. Hartstikke goed. Nou, volmondig ja. Misschien wel goed om even de soms ook aan het woord te laten. Misschien dat Leente haar antwoord wil toelichten. Leente van harte. Ja, we kunnen Leente vragen om ook mondeling toe te lichten of via de chat. Ik weet niet wat haar voorkeur heeft, dat moet ze even aangeven. Want het is natuurlijk wel interessant om te horen. Dus Leent, als je het liever via de chat zet, dan kun je dat er even neerzetten. Ja. Oké. Want, wacht even tot ze reageert. Ja. Linksonder zie je een microfoontje bij mute. Dat kun je gebruiken om je... Als het goed is, kunnen we Leente nu horen. Ja, Leante is het. Maar, ja. Oh, Leante, dank. Sorry. Geen probleem. Ik heb inderdaad soms gezegd, omdat ik ook wel denk dat er onderwerpen zijn die voor cliënten of burgers niet per se van belang zijn. Dus volgens mij moet je misschien meer naar het onderwerp kijken dan naar om altijd maar de burger erbij te betrekken. Zeker, ja. Nou, dankjewel voor je reactie, want dat sluit denk ik ook aan bij wat we straks zullen vertellen. Iedereen weet ik ook, als ik het land door reis, vindt het belangrijk om invulling te geven aan cliëntenparticipatie of om daar wat mee te doen. Maar hoe, dat is met name de vraag. En in welke situaties maak je gebruik van cliënten? Wat kun je verwachten? Wat doe je met de informatie? En we hopen vandaag daar voor jullie veel meer richting te geven en concrete voorbeelden te benoemen, zodat jullie daar ook echt mee aan de slag gaan. Dus dank voor jullie reacties. Fijn om te horen dat het in ieder geval belangrijk is.
Nu nog de vraag, en daar zullen we dus vandaag bij stilstaan. Hoe doe je dat dan? Eerst maar even kort, wat is cliëntenparticipatie? Er is een prachtige definitie uit 2006. En daar gaat het met name over wat jullie zelf zullen ook, zoals denk ik de meesten erover zullen spreken. Dat het belangrijk is om cliënten vroegtijdig te betrekken bij de vorming van beleid. En ook het verbeteren van de kwaliteit. Op basis van gelijkwaardigheid. En ook het zoeken van de dialoog. Dus het gesprek, het debat aangaan. Om zowel de problemen als oplossingen in kaart te brengen. En die ook mee te nemen in een uiteindelijk besluitvorming. Dat is denk ik de essentie als je het hebt over cliëntenparticipatie. En daarin zie je al een aantal hele belangrijke elementen terugkomen. Waarvan je ook in de praktijk, of die je ook echt in de praktijk een plek moet geven. En dan denk ik even aan vroegtijdig, het debat, zowel knelpunten als oplossingen en invloed geven op het uiteindelijke besluit. Vaak wordt is er wat verwarring. Wat is nou het verschil tussen cliënt- en inwonersparticipatie? Nou, cliëntparticipatie, zoals wij daar nu over praten met elkaar, gaat ook echt over de cliënten die gebruik maken van de hulp en ondersteuning in het sociaal domein. En ik zie Raymond, een van de sprekers, straks ook knikken. Het gaat ook met name om de cliënten die bij de aanbieders of bij de zorgaanbieders ook de zorg ontvangen. En ik denk goed om daar ook toch steeds ook weer kritisch naar te kijken. Want ik kan me voorstellen, zeker in de jeugdhulp, heb je zowel de cliënten die de zorg ontvangen, als wel het gezin eromheen, de ouders, mantelzorgers, die je ook een mogelijke stem wil geven. En dus ook een doelgroep binnen de cliëntenparticipatie kunnen zijn op een bepaald moment. Jullie gaven al aan, het is onmisbaar, maar het is ook verplicht. In de wet staat ook beschreven dat je invulling moet geven aan cliëntparticipatie. Er is wel ruimte gegeven hoe je dat zou kunnen doen. Dus daarom dat vandaag ook daar met name de aandacht naartoe gaat. En ook betekent ook voor de aanbieder zelf is het belangrijk en wettelijk verplicht om wat te doen aan cliëntenparticipatie. Dus naast dat het heel wenselijk is, is het ook nodig. Dan zijn er verschillende vormen van cliëntparticipatie. Of laat ik eerst beginnen de functie. Zoals ik net al aangaf, het is een legitimering van beleid en het draagvlak zoeken voor beleid. Maar het is ook zeker een kwaliteitstoetsing en verbetering van beleid en dienstverlening. En dan zul je ook zien bij die twee functies dat het eerste mogelijk wat meer een functie is die past bij de rol die gemeentes ook vervullen. En de tweede mogelijk wat meer bij de zorgaanbieders die op een ander niveau denk ik ook met cliënten in gesprek zijn. Dus daar zullen we straks ook wat meer over horen. Wat levert dan ook cliëntenparticipatie op? Het zorgt ervoor dat de plannen die je maakt ook echt goed aansluiten en voldoen aan de behoeftes van cliënten. Het is ook belangrijk dat de kans op het succes van uiteindelijk het beleid toeneemt. Het is ook wenselijk als je invulling geeft aan de cliënt wensen, als dat beleid ook gerealiseerd wordt. En als laatste, het is ook belangrijk dat mensen gehoord worden. We doen het immers ook voor hun, of we doen het primair voor hun. Dus daarmee is cliënten betrekken niet meer zozeer een vraag, maar ook echt een voorwaarde. En de vraag is, hoe betrek je ze nou optimaal? Zodat het voor degene die wat doet met de informatie passend is, maar ook voor die cliënten die gevraagd worden, dat zij het gevoel hebben dat ze een nuttige bijdrage kunnen leveren. Er zijn verschillende vormen van cliëntenraad. Op deze sheet zijn er een aantal benoemd. Er zijn een aantal die echt voortkomen uit wettelijke verplichtingen. Dat zijn meer de formele cliëntparticipatie. Dus het hebben van een cliëntenraad of een adviesraad of een belangenorganisatie. Dat waren ook, ik zal er straks wat zeggen, ook de ontwikkeling die is doorgemaakt in de afgelopen jaren. Maar we komen ook echt uit een fase dat er veel meer formele cliëntparticipatie was. Vandaar ook die vormen die daaronder staan, waar we nu de ontwikkeling maken naar informele cliëntparticipatie. Dat zijn meer flexibele vormen,
die niet in verordeningen zijn vastgelegd, maar veel meer aansluiten op, ja, op het moment dat je bepaalde informatie nodig hebt. En dat je dus ook kiest welke cliënten je daarvoor uitnodigt. En niet dat je vastzit aan een vaste club met mensen die mogelijk dan in het verleden hulp hebben ontvangen. En dan is het ook wel eens de vraag van in hoeverre hebben zij nog actuele informatie beschikbaar. En kunnen zij nog putten uit ervaringen die nog actueel zijn. Nou, meer informele vormen cliënt van mijn participatie, die staan daaronder. En die zijn dus heel het is maatwerk. Themabijeenkomsten, klankbordgroepen, actiegroepen, cliëntenpanels, burgerraden, het werken met persona's. Dus dat je niet per se fictief, maar wel de eigenschappen van een bepaalde cliënt benoemt en van daaruit met elkaar in gesprek gaat. Daar wordt later ook nog meer over verteld. Je kunt gebruik maken van digitale panels en online communities. Allemaal vormen van informele cliëntparticipatie, waar we straks ook kunnen aangeven in welke situatie zet je die dan in. Nou, en als laatste zijn er allemaal vormen, werkvormen, die je kunt kiezen om uiteindelijk dat gesprek te voeren. En het ook passend en levendig te houden. Aansluitend ook bij de belevingswereld van de cliënt met wie je in gesprek bent. Zoals je kunt voorstellen dat als je met ouderen en volwassenen in gesprek bent in het kader van de WMO, dat je mogelijk een ander gesprek voert op een andere wijze dan dat je dat doet met cliënten, met kinderen uit de jeugdwet. Of kinderen met een beperking of volwassenen met een beperking. En dat je daar steeds maatwerk kiest hoe je met hen het gesprek voert. En de informatie ophaalt. Dit even in een notendop om even te kaderen waar we het met elkaar over hebben en kunnen hebben. Graag larderen we deze informatie straks met praktijkvoorbeelden. En kunnen we ook wat nader ingaan waarom bepaalde vormen kunnen worden ingezet. Dan gaat het ook beter leven. Nou, zoals ik net al even refereerde aan de ontwikkeling die is doorgemaakt. Cliëntenparticipatie is niet iets van nu. Cliëntenparticipatie is er al heel lang. Al in de jaren 80 en 90 werd er invulling gegeven aan cliëntenparticipatie. Dat was met name had dat echt meer een formeel karakter. En zat meer als functie om de belangen te vertegenwoordigen. Al gauw doemt dan het woord lobby op. Maar cliënten gingen zich vertegenwoordigen. Om ook hun stem te laten horen. Dat betekende niet dat op dat moment er ook een formele. Dat die stem op een formele manier geuit kon worden. Maar er werd al. Mensen gingen zich wel organiseren. En zodat er indien er vragen waren, dat zij ook zichzelf konden laten horen. Zo ontstond het en eigenlijk is dat in de jaren daarna veel meer ontwikkeld naar formele en structurele inspraak. Dus deze partijen werden op formele momenten dan ook gehoord en konden hun stem uitbrengen. En dat maakte ook steeds meer dat er ervaring werd opgedaan met het feit dat er hele nuttige informatie werd ingebracht en ervaringen en kennis werd gedeeld. En dat heeft er tot geleid dat wij op dit moment veel meer nadenken over hoe kunnen we ook weer, ik wil niet volledig af van die formele momenten, maar hoe kunnen we het zo vormgeven dat we steeds de juiste mensen met de juiste informatie op het juiste moment aan tafel krijgen en welke vormen passen dan het beste op elkaar. Dat betekent niet dat het allemaal ad hoc zou moeten. Ik denk, het is nog steeds wenselijk om daar dan structureel invulling te geven. En op welk moment je mensen laat deelnemen. Maar het krijgt wel meer het karakter van maatwerk. En in die fase zitten we, denk ik nu, in de vorm waarin we cliëntenparticipatie willen inzetten. Dan geef ik graag het woord aan mijn collega Sophia, die wat meer zal vertellen over de mate van participatie en het moment waarop je dat doet. Dag allemaal. Zoals Nadine net vertelt, heeft cliëntenparticipatie is in beweging geweest de afgelopen jaren. En eigenlijk
Wat jullie hier zien is eigenlijk een heel goed een opbouw van deze beweging en eigenlijk de verschillende gradaties van hoe cliënten ook kunnen participeren in het maken van beleid. Hier zie je dus de participatieladder. Dit model wordt veel gebruikt. Het is een veelgebruikt model die de mate van de cliëntparticipatie goed weergeeft. Het model laat eigenlijk in hiërarchische volgorde de participatievormen zien, gerangschikt naar de mate waarin participatie binnen de maatschappij mogelijk is. Van echt helemaal niet participeren tot het echt zelf helemaal uitvoeren door cliënten. Deze participatieladders kunnen gebruikt worden door gemeenten om te beoordelen welke graad van participatie binnen een bepaalde beleidscyclus nou geschikt is. Zoals aan het begin al werd benoemd, niet elk onderwerp zou je helemaal willen dat de cliënten daar helemaal mee de zeggenschap over hebben. En bij andere onderwerpen kan je het misschien wel wat meer bij hen toetsen. Als we doorlopen, zie je, begint het model onderaan bij echt het informeren. He, dus het is puur het verstrekken van informatie. De cliënten hebben verder geen inbreng in beleidsontwikkeling. En dat bouwt zich op via raadplegen, dat cliënten steeds meer gesprekspartners worden in beleidsontwikkelingen. Maar hun inbreng is niet bindend. Dat bouwt zich op richting adviseren in de derde rij. Waarbij in het adviseren de beleidsmakers en cliënten samen de agenda bepalen. En de cliënten hebben een formele status aan de overlegtafel, maar hun inbreng is nog niet bindend. Als je er nog een stapje bovenop doet, dan kan je het ook richting co-produceren gaan brengen. Waarbij je echt de cliënten en de beleidsmaker samen een agenda bepalen. En zich ook verbinden aan de resultaten van een overleg, waarbij cliënten daadwerkelijk een grotere rol krijgen. In de top zie je dat cliënten, dat de gradatie van participatie zo hoog wordt dat cliënten zelfs gaan meebeslissen over een aantal agendapunten op beleid. En de beleidsmakers kunnen dan ook deze punten echt overdragen aan de cliënten, dat ze er ook in meehelpen in de uitvoer. En als laatste, helemaal boven in de top, dan heb je echt het hele hoge mate van participatie, het zelfbeheer. Dat eigenlijk cliënten zelf initiatief nemen om voorzieningen in eigen beheer tot stand te brengen. En dat beleidsmedewerkers hier minder bij betrokken zijn. Als we dus kijken naar wat Nadine net aangaf, de cliëntparticipatie is in beweging, kan je zien dat het de afgelopen jaren zich van de onderkant naar een model steeds hoger heeft, naar een hogere positie heeft bewogen. En wat eigenlijk voor nu de vraag is, tot hoe ver kun je gaan? Vanuit contracteren, vanuit de bedoeling, zoals Jan in het begin aangaf, is het noodzaak, geeft cliënten structureel stem in het maken van beleid. Maar het is goed om na te denken over welke onderwerpen je dan op welke ladder van de participatieladder wilt gebruiken. Als we kijken op de volgende slide, dan loop ik er snel doorheen, want dan gaan we snel naar de zomergasten natuurlijk, die moeten van alles vertellen. Hebben we wel gezien, de ervaring leeft wel, dat het inkoopbeleid, maak van inkoopbeleid, vrij ver van de doelgroep afstaat. Dus helemaal boven in de participatieladder hierbij zitten lijkt minder wenselijk. Wel kunnen ervaringsverhalen van cliënten worden gebruikt voor de verbetering in de jeugdhulp. Deze ervaringsverhalen kunnen dienen als input voor het opstellen van het inkoopbeleid. En om het dan ook structureel in te bedden in de gemeente of in de regio, zien jullie dit model, waarbij je eigenlijk begint met het linksboven in de oranje pijl de ervaringen verzamelen van cliënten. Vervolgens ga je deze ervaringen ontsleutelen en vertalen richting beleidsthema's, waarop het beleid en uitvoering kan worden aangepast in de groene pijl. Dit wordt weer teruggekoppeld naar cliënten. En zo hou je eigenlijk een structureel dialoog met cliënten. En dan kan je structureel je beleid aanpassen. Rechts in het beeld een aantal thema's bij inkoop. Waar de ervaringen van cliënten naar kunnen worden vertaald. Bijvoorbeeld de keuzevrijheid of locatie van aanbieders. Zou ik naar de volgende slide. Als laatste hebben we nu gezien dat cliëntenparticipatie erg van belang is. Niet alleen gemeenten en regio's spelen hier een rol in. Zorgaanbieders halen ook ervaringen op. Vandaar dat we zo meteen naar SDW natuurlijk ook gaan vragen.
cliënten vertellen ze ook op meerdere plekken hun verhaal. Deze verhalen kunnen vanuit zowel de beleidskant als de zorginrichtingskant worden gebruikt om zorg beter in te richten. Een afstemming tussen of samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieders over de cliëntenervaring zal ook veel kunnen helpen met het verbeteren van het beleid en de zorg hierin op dit thema. Voor nu eigenlijk het gedeelte over alle achtergrond. Zou ik graag willen voorstellen om door te gaan naar de zomergasten. Er zijn er wellicht vragen zijn? Ja, het zijn nu nog geen vragen. Voor degene die inderdaad vragen hebben, nu is een fijne mogelijkheid om op het voorgaande nog te reageren of een vraag te stellen voordat we doorgaan naar de gasten. Maar ik zie nu nog niks binnenkomen, dus mocht er nog echt iets prangends zijn, dan breek nog even in en anders doen we dat gewoon aan het einde. Goed. Oké. Welkom Raymond van Amerongen en Meike Goossens bij deze webinar. Jullie zijn van SDW. Goed om straks iets meer te vertellen over wat jullie doen. Zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig wat jullie doen op het gebied van cliëntenparticipatie. Dus mijn eerste vraag. Vertel ons iets over de wijze waarop jullie nu vormgeven aan cliëntenparticipatie. Dankjewel Nadine. Ja, vanuit SDW. SDW is een zorgorganisatie die ondersteuning biedt, begeleiding en behandeling aan kwetsbare mensen in de samenleving. Dus een heel brede doelgroep hebben wij binnen SDW. En we zitten in West-Brabant. En voor ons medezeggenschap of voor SDW is medezeggenschap echt om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de cliëntentevredenheid. Wat we doen met medezeggenschap, we doen het eigenlijk al wel een aantal jaren, misschien wel meer dan 10 jaar. En op verschillende niveaus, lagen binnen de organisatie. En wat belangrijkste is echt om het gesprek aan te gaan met de cliënten. En dat doen we op verschillende manieren, wat ook al eigenlijk bij de vorige presentaties aan bod is gekomen. Maar een leuk voorbeeldje om te vertellen is, binnen SDW hebben we intern beraad één keer in het jaar. En daar betrekken wij cliënten bij, we gaan daar het gesprek aan. Maar naast de cliënten betrekken wij daar ook verschillende disciplines van SDW erbij. En eigenlijk gaan we dan praten over wat is het afgelopen jaar gebeurd. Wat is er goed gegaan? Wat zou er eventueel verbeterd kunnen worden? Of welke thema's vinden u belangrijk waar SDW aan gaat werken? Maar we kijken dan ook gezamenlijk, dus ook echt met de cliënten, vooruit van welke thema's zijn nog belangrijk om het komende jaar aan de slag te gaan? En wat ook al bij de presentatie aan bod kwam, is echt wel die verhalen, die ervaringsverhalen van cliënten, wat heel erg belangrijk is. Wat speelt er? Wat is de beleving van de cliënt? En deze input die kunnen we echt gebruiken om bijvoorbeeld ook het jaarplan van SDW te gaan opstellen. Want Raymond, vertel eens, want jullie hebben dat cliëntenpanel, vertel je. Maar jullie zoeken echt per thema naar de juiste vorm. Hè? Jullie hebben een hele, leuke werkvormen die jullie inzetten. Kun je daar wat over vertellen? Ja, zeker, tuurlijk. Ja, even wel vanuit het jaarplan, daar komen dus thema's bijvoorbeeld aan bod. Bijvoorbeeld denk aan veiligheid of begeleiding of informele zorg, vrije tijd. Wat er speelt echt bij de cliënt, dus thema's die dicht bij de cliënt spelen. En dat wordt besproken ook in het cliëntenpanel. In het cliëntenpanel, daar zitten ongeveer 30, een pool is dat, van ongeveer 30 cliënten van verschillende leeftijden, verschillende problematieken. En die komen 6 keer per jaar bij elkaar. En op elke bijeenkomst praten we over 1 thema. En bij die thema komt er ook altijd een gastspreker en die legt het thema ook uit. Die ook de mandaat heeft om daar iets actie te ondernemen. Toevallig Meike, die er ook vandaag aansluit, die bijvoorbeeld over wet, zorg en dwang. Het thema kwam ook aan bod bij het cliëntenpanel. En Meike Goossens die sloot dan ook aan bij de panelbijeenkomst om uit te leggen wat is nou wet, zorg en dwang. Waar gaan we het vanavond tijdens de panelbijeenkomst over hebben? En vanuit het thema, daar gaan we kijken van welke werkvorm past er bij de doelgroep.
Hè, dus dan, cliënten kunnen zich aanmelden voor die bijeenkomst. Die komen naar de bijeenkomst toe. Ze krijgen eigenlijk de reisvergoeding, alle onkosten krijgen ze ook vergoed. En we zorgen voor een gezellige, laagdrempelige sfeer bij de bijeenkomst, waardoor cliënten zich prettig voelen om hun ervaringen te gaan delen ook. Nou, en daarna gaan we echt aan de slag, hè, als het thema geïntroduceerd is. En er worden subgroepjes gemaakt, of soms centraal, dat ligt echt aan het thema. En dan gaan we dus praten over het thema. Dat kan verschillende werkvormen zijn. Soms doen we sketches, soms doen we praatpapieren, soms een werkblad, soms laten we filmpjes zien. Dus het is echt heel gevarieerd hoe wij dat invullen. Jullie hebben een groot cliëntenpanel, gaf je aan. En hoewel mensen zich hebben opgegeven voor zo'n cliëntenpanel en jullie ze inderdaad die 6 keer per jaar daar ook echt voor benaderen, is het wel vrijwillig om te komen, hè? Gaf je aan. Dat het is ook afhankelijk van het thema. Je probeert dat zo aantrekkelijk mogelijk te maken met een spreker. Ja. En als het thema je ook echt als je daar affiniteit mee hebt, dan ben je van harte welkom en dan proberen jullie er een zo leuk mogelijke bijeenkomst van te maken. Toch? Ja, dat er inderdaad, iets klopt. Te halen valt voor de mensen. Ja. En, het is ook. Als ik eventjes kan aanvullen op Ramon. Ik ben inderdaad collega van Ramon. Mijn naam is Maaike Goossens van SDW. De vorm die Ramon noemt van het panel is dus naast de formele cliëntenraad die wij centraal en decentraal hebben. En het intern beraad waar hij het in het begin over had. Dat is 1 keer per jaar naar aanleiding van een kwaliteitsverslag. En daar zit dus een aantal cliënten, geen 30, maar een stuk of 2, 3, aan tafel met de Raad van Toezicht, de CCR en de OR. Oké, dus jullie voldoen aan de wettelijke plicht? Ja, zoals we net ook laten zien, met alle formele momenten en structuren. En daarnaast hebben jullie gekozen voor de informele vormen. Ja. En is dat nou ook echt noodzakelijk? Is dat dan met die formele structuur niet voldoende? Zeker vanuit de CCR, je hoort heel veel verhalen, maar omdat SDW best een brede doelgroep heeft en wat we ook bij de driehoek zien, zeg maar, als je stapsgewijs omhoog gaat met inspraak, dan betrek je steeds minder, kan je steeds minder cliënten meepraten. En doordat je het laagdrempelig houdt, kan je een bredere doelgroep betrekken bij het cliëntenpanel en heb je meer ervaringsverhalen om aan de slag te gaan. Nou, goede tip. Ik breek even in naar aanleiding van een vraag in de chat, want er wordt gevraagd van het is 30 personen en hoe groot is de totale doelgroep van de cliënten of jullie bij jullie bij SDW? Dus hoeveel cliënten hebben jullie? Binnen SDW hebben we 1800, 1900 cliënten, Maaike. Ja, ik denk iets minder, maar wel in die richting, ja. Oké. Okay, ja. Okay. Maar we hebben, wat Maaike ook mooi aangaf, we hebben natuurlijk de formele raad, de CCR, de centrale cliëntenraad. Om het laagdrempelig te houden voor veel cliënten hebben we dus ook het cliëntenpanel, die meepraat dus echt op beleidsniveau. En om nog meer cliënten te betrekken bij medezeggenschap, hebben we ook op locatieniveau of teamniveau. Dus daar hebben we ook inspraakmomenten, wat meer gaat over de dagelijkse gang van zaken. Daar elke team, begeleidingsteam, die heeft een aandachtsfunctionaris voor medezeggenschap. En die gaat ook binnen dat team zeg maar, aan de slag van hoe kunnen wij inspraak voor onze cliënten inregelen. Waardoor je altijd op elke team dus iemand hebt die er altijd rekening mee houdt en mee aan de slag gaat. Ja. Kijkt ook naar de doelgroep wat past. Dus bij de ene bijvoorbeeld locatie of team, dat past een traditionele bewonersraad. Terwijl bij de andere ga je bijvoorbeeld voetballen of ga je picknicken. Dan ga je echt naar een andere manier kijken wat past bij de doelgroep. Maar door te kiezen voor die interne structuur, Raymond, begrijp ik dat het ook echt wel permanent de aandacht heeft voor jullie. En dat jullie wel met maatwerk kijken op welk moment jullie cliënten en hoe je ze betrekt. Maar jullie zelf wel heel een duidelijke structuur hebben gekozen om altijd aandacht te houden voor die cliëntenparticipatie. En we zeggen altijd dat het begint bij het persoonlijk cliëntplan, zeg maar, of begeleidingsplan.
daar begint eigenlijk de vraag. En soms spelen daar thema's naar boven die eigenlijk voor meerdere cliënten kunnen spelen, zeg maar. En dan kan je bijvoorbeeld naar de bewonersraad of inspraakmoment. Ja. Ik zie er nog een aanvullende vraag in de chat, want zij brengen informatie. Hoe zien nou die cliënten van jullie ook terug dat wat er met hun inspraak of met hun ervaringen en goede bedoelingen is gedaan door jullie? Nou, dat is een hele mooie, want cliënten komen terug omdat er actie is ondernomen. En dat zien ze ook terug tijdens de bijeenkomsten. Dus bijvoorbeeld, ze gaan naar een bijeenkomst toe en meestal de volgende bijeenkomst, dan praten we eventjes terug van wat hebben we vorige keer besproken en wat is er ook mee gedaan. Er wordt altijd resultaten teruggekoppeld tijdens bijeenkomsten. Of ze zien het terug bijvoorbeeld in nieuwsbrieven van SDW. Mooi. Waar we natuurlijk heel nieuwsgierig naar zijn, is wat de succesfactoren zijn van jullie, de wijze waarop jullie cliëntenparticipatie hebben ingericht. Betrokken cliënten die mee willen denken, informatie die jullie krijgen waar jullie wat mee kunnen. Wat zijn de succesfactoren van jullie keuzes die jullie gemaakt hebben, hoe jullie het doen? En natuurlijk ook van, ja, weet je, waar moet je dus ook echt rekening mee houden? Zeker. Wat eigenlijk mee begon is dat, bijvoorbeeld als voorbeeld te pakken het cliëntenpanel. Daar zijn we 3 jaar geleden mee gestart. Dat hebben wij niet vanuit alleen maar SDW gedaan, maar dat hebben we samen met de cliënten opgestart. Zeg maar. Dus je hebt al een paar karttrekkers bij betrokken bij de ontwikkeling van een panel. Waardoor je de panel goed kan invullen van, oh ja, wat vinden jullie belangrijk? Hoe kunnen we het gesprek met jullie voeren? En daar is eigenlijk de start ontstaan. En doordat we al een groepje hadden die bij elkaar kwamen, is de groep van 10 uiteindelijk naar 30 ontstaan. Omdat je mond-op-mond reclame hebt van, oh, dat is leuk bij het cliëntenpanel. Dan kan je meepraten, je leert daar gespreksvaardigheden, je leert daar over thema's praten. Je krijgt inhoudelijke informatie, waardoor je als cliënt ook meer op de hoogte bent. Wat speelt er bij SDW? Dus het is een beetje, SDW ontvangt heel veel verhalen, ervaringsverhalen, maar we geven ook informatie terug dat de cliënt ook zelf wil leren. Dus we bieden ook trainingen aan, bijvoorbeeld. Dus het is een beetje geven en nemen, waardoor cliënt het echt voor zichzelf ook waardevol vinden om te komen. Oké. Okay. Ja, Maaike, graag. Nee, wil jij zelf nog iets vertellen? Dan haak ik later aan. Oké. Maar wat het ook het belangrijkste is, dat de continuïteit is. We weten, dus om de 2 maanden is die panelbijeenkomst. Dus er is een continuïteit. Als je de PDCA-cyclus hebt, wordt ook weer teruggekoppeld van welke resultaten hebben jullie eigenlijk bereikt. Succesmomentjes delen is heel erg belangrijk. Top. Vul maar aan hoor, graag. Nou, ik zat te denken, we hebben een aantal leuke initiatieven inderdaad, dat we ook ervaringsdeskundigen, cliënten als ervaringsdeskundigen opleiden. En het grootste succesfactor zijn inderdaad de cliënten zelf, omdat zij daar zo enthousiast over zijn en ook gewoon andere cliënten werven. En we hebben daardoor een bureau met ervaringsdeskundigen die worden gevraagd en die kunnen overal ingezet worden. En een van de dingen waar ook cliënten aan deelgenomen hebben is het nieuwe wervingsproces of het selectieproces van nieuwe bestuurder. En dat vinden ze gewoon zo leuk om te doen dat ze daarna ook op social media berichten zetten, waardoor we die daar gewoon veel bereikbaarheid, veel mensen mee bereiken bij zulke berichten. Leuk, ja. Ja. Vragen nog voor Raymond en Maaike? Of heb je, Raymond, nog andere dingen die je graag... Belangrijk ook die interne structuur, denk ik. Structureel in te bedden, continuïteit. Het geven, maar ook het nemen. Dus dat in balans is. En het ook heel belangrijk is, en dat zal Maaike straks wel even aanvullen, denk ik, maar ook de communicatie is heel erg belangrijk in de zin van begrijpbare taal. Hè? Dus bijvoorbeeld als wij een uitnodiging versturen om de panelleden enthousiast te krijgen om mee te doen, dat kan op tekst zijn, en dan moet je echt op de taalgebruik ook letten, zinsopbouw, van hoe lang de zinnen, maar ook, dat kan ook in andere vormen, zo door een filmpje te maken, zeg maar. Hè? Dus, Dus inzetten van communicatiemiddelen is heel erg, zien wij in ieder geval dat het heel erg belangrijk is. En ook begrijpbare communicatie. Ja, dus een tip is ook echt, laat brieven van een gemeente eens doorlezen door ervaringsdeskundigen. Want ik heb daar zelf afgelopen jaren heel veel in geleerd om op een andere manier te communiceren. Ja. Nou, goeie tip.
Nog een vraag over de samenstelling van het panel en hoe lang de deelnemers daarin zitten. Ik kan me herinneren, Raymond, dat jij vertelde dat het belangrijk is om in ieder geval snel te werven van cliënten als ze bij jullie in zorg komen. Maar hoe lang zitten de cliënten normaal gesproken in zo'n panel? Of zit daar heel veel wisselingen in? Ja, nou, ja, je hebt altijd een vaste kern, zeg maar. Hè? Dus dat is gewoon goed. Hè? Die zijn altijd enthousiast en die gaan ervoor. En je hebt altijd een natuurlijk verloop binnen het cliëntenpanel. Hè? Dat er gaan cliënten komen binnen SDW in zorg. En die horen het cliëntenpanel denk ik ook wel aansluiten. Maar ook de uitstroom, ja, het toevallig gaat natuurlijk. We zijn nu met 30, dus we moeten nu wel op een gegeven moment gaan denken van hoe gaan wij dat vormgeven als het echt wel groter gaat worden. Maar tot nu toe kunnen we het nog op een natuurlijke manier laten verlopen. Dus we hebben geen harde regels of termijnen. Laat het nu nog lopen hoe het nu loopt. Ja. Maar als cliënt in zorg komt bij SDW, dan wordt bij startpunt, afdeling startpunt, al wel uitgelegd over medezeggenschap inspraak. Dus dat cliënt wel op de hoogte zijn. Als ze bij zorg van SDW krijgen, dat ze weten, oh, ik mag inspraak, ik mag meepraten. Dus het wordt al wel informatie ook verstrekt bij de ingang als iemand in zorg komt. Oké. Dan een korte laatste vraag. Was het lastig om uiteindelijk tot de juiste vorm van cliëntenparticipatie te komen? Of is dat iets wat continu in ontwikkeling is? Nou ja, het cliëntenpanel was echt de pilot en we gingen het proberen. Dat is toevallig samen met de cliënten en CCR, Centrale Cliëntenraad, ontstaan. En toevallig kwamen we op deze vorm uit. Wat uiteindelijk ook echt wel past bij de doelgroep. Maar het cliëntenpanel is nog steeds in ontwikkeling. Als we kijken naar 3 jaar geleden, dan doen we het heel anders als nu bijvoorbeeld. Hè? Want voorheen deed ik bijvoorbeeld het thema uitleggen en nu doen we echt gastsprekers laten komen. Dus het is continu in ontwikkeling en kijken wat past. En als de doelgroep verandert of de zorg, maar ook kijk maar naar nieuwe WMCZ 2018. We gaan cliëntenpanel, maar ook andere medezeggenschapsorganen binnen SDW. De structuur eigenlijk is constant in beweging. Ja. Nou, Raymond en Mike, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie enthousiaste verhaal. En ook goede tips, denk ik. Hoe je het vorm kan geven binnen jullie organisatie, binnen de aanbieders. Misschien als laatste vraag, omdat we dan ook een goed bruggetje hebben richting de regio West-Brabant-West, die zal vertellen. Hoe de samenwerking met de met de gemeentes is en welke informatie jullie mogelijk delen met de gemeente. Hoe dat vorm krijgt. Oh, dat is wel leuk. Ja, vorig jaar hebben we natuurlijk samen met Esther, maar die zal zichzelf wel verder voorstellen, hebben we dan wel bijeenkomsten georganiseerd voor jeugdigen en netwerk van de jeugdigen. En dat is echt vanuit ook de gemeentes ontstaan. Dus de verbinding wordt wel steeds meer gelegd, heb ik het idee. Maar dan ga ik ook even naar Maaike kijken. Ja, want andersom hebben we ook een avond gehad bij SDW waarin we een aantal thema's belichten voor gemeenteraadsleden. Dus toen hebben we van een aantal gemeentes, daar kwamen ook wethouders en beleidsadviseurs, gewoon kijken van wat doen we bij SDW. En dat werd uitgelegd door cliënten zelf. Dus in gesprek met de cliënt. Mooi. Dankjewel. Veel dank. Dankjewel. Oké. Ja, dan gaan we naar... En naar Renske Nuiten en Esther Peters. Zij zijn van de regio West-Brabant-West. En zitten aan de kant van de gemeente. En willen natuurlijk ook graag in gesprek met cliënten om nuttige informatie te gebruiken voor beleidsvorming en het aanscherpen van hun inkoopstrategie en inkoopprocessen. Welkom. Voor jullie ook de vraag, hoe hebben jullie de cliëntenparticipatie ingericht? Zal ik beginnen? Ik zie dat Renske haar geluid ook nog uit is staan, dus die kan ook nog niks zeggen als ze het zou willen. Ja. Zal ik wat zeggen, Renske? Vind je dat graag, ja. Goed? Ja. Ik ben Esther en ik ben samen met mijn collega's nu al 2 jaar verantwoordelijk voor allerlei vormen van cliëntenparticipatie binnen de regio West-Brabant-West. En dat doen we op heel veel verschillende manieren. We doen het bijvoorbeeld binnen de kwaliteitsmonitor jeugdhulp, waarbij de regio samen met de aanbieders echt kijkt wat is nou de ervaren cliënttevredenheid van cliënten in de regio. En onder cliënten wordt verstaan jongeren en ouders. En daarbij organiseren we 2 keer per jaar bijeenkomsten rond een thema of rond een doelgroep
om met de jongeren en de ouders in twee losse groepen in gesprek te gaan over wat zij prettig vinden en wat ze niet prettig vinden. Dus die bijeenkomst waar Ramon net aan refereert, zijn we bijvoorbeeld met de jongeren hun meest fantastische en hun meest verschrikkelijke hulpverlener gaan tekenen om de tafel. Maar we zijn ook met ouders in gesprek gegaan die ook bijvoorbeeld met gecertificeerde instellingen te maken hebben, dus met dwang en drang. En nou ja, wat je daarin ziet is dat er ook heel gelijk concrete punten uitkomen die meegaan in de beleidscyclus en in de inkoopstrategie waar de regio mee aan de slag is. Dus dat zijn zo even een aantal voorbeelden. Ja, want die kwaliteitsmonitor is misschien een wat formelere vorm. Ja, het is eigenlijk een informele vorm, maar dat is een terugkerend thema, ja. Jaarlijks. Dan hebben jullie ook, organiseren jullie ook passend bij het moment of bij de vraag die er ligt. Want hoe zit het aan de hele formele klant, de cliëntraden die echt ook gehoord moeten worden? Wat hebben jullie daarvoor georganiseerd, de structurele kant? Dan kijk ik even naar Renske, want ik weet dat wij in ieder geval niet een structurele vorm op hebben gezet, echt formeel een cliëntenraad. De structurele tijd, dat is geen woord, maar het structurele karakter zit erin dat we gewoon weten, deze cyclus volgen we, dan spreken we cliënten, dan koppelen we het terug. Ja. Ja. Ja, en dan zou je ook meer, wij treden op als regio, dus dan kijk je ook wel meer naar een lokale gemeente die daarin een mogelijk initiatief kan nemen, hè, voor een cliëntenraad. Wat wij nu organiseren is echt op regioniveau, dus met 9 gemeenten eenduidig. Dan precies wat je zegt eigenlijk, dus op basis van wat er ligt. Dus als we kijken naar een nieuwe visie of naar een nieuw plan, dan vliegen we de cliëntparticipatie in. Dus op deze manier werken we tot nu toe. Dat kan ook, omdat het ook regionale stukken zijn. Dus die omarmen we allemaal. En dan kan je ook dat traject eenduidig lopen. Ja, en zoeken jullie daarin altijd de aanbieders om via hen ook in contact te komen met cliënten? Of doen jullie ook dat zelfstandig? Ja, het is altijd een mix. De aanbieders die kennen de cliënten. Hè? Wat je hoort heel mooi in het voorbeeld van Ramon en Maaike, dat ze bij de toegang al worden gewezen op participatiemogelijkheden. Zij hebben de meest directe lijn, dus we trekken altijd samen op met aanbieders. En we werven breed vanuit gemeentekanalen, dus bijvoorbeeld via de Facebook en andere social media kanalen van de CEG's, van de gemeente zelf, via onze eigen kanalen. En dat levert dan, het kost wel tijd en inspanning, maar dat levert altijd wel mooie groepen cliënten op. Mooi. Nou vertelde je net over dat jullie in ieder geval aandacht besteden aan de kwaliteit of aan de cliëntenvredenheid. Wat kun je nog eens een voorbeeld noemen van een thema en hoe jullie dat hebben, hoe jullie dat met maatwerk hebben ingevuld? Ja, zeker. Renske en haar collega's zijn vanaf dit voorjaar, denk ik, hè, Renske, aan de slag gegaan met de woonvisie op woonzorg, dus pleegzorg en gezinshuizen. En hebben daarbij gesproken met pleegzorgorganisaties en zeiden, hey, we willen eigenlijk ook wel met cliënten zelf in gesprek. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld, want waar wij normaal als onafhankelijke partij de gesprekken voeren om ook te zorgen voor veiligheid, hè, voor cliënten, hebben we nu de ambtenaren getraind in hoe ga je nou het gesprek aan met jongeren. En hebben we met z'n drieën, dus wij als onafhankelijke partij, de regio en de jongeren samen, het gesprek gevoerd over wat zij nou belangrijk vinden. In hun ervaring in pleegschool of gezinshuizen. En dat is meegegaan in het beleidsplan. Of in de woonvisie, moet ik zeggen. Toch, Renske? Ja, ja, klopt. Ja, we hebben dat. We proberen ook als regio niet het cliëntparticipatie als sluitpunt te zien. Dus we waren volop bezig al met het spreken van belangrijke stakeholders. En dan kan je niet zeggen van nou ligt er iets. Oh ja, we moeten de cliënt dit ook nog even vragen. Dus we hebben dat echt in het proces zelf. Van het creëren van die visie hebben we dat meegenomen. En het mooie is dan dat we Esther hebben en die kan dat dan voor ons organiseren in het proces zelf. En dat is een hele bijzondere ervaring geweest, omdat je inderdaad is ook voor het eerst actief, in ieder geval voor mij was dat voor het eerst als beleidsmedewerker participeert in die bijeenkomst en je eigen informatie eigenlijk kan vragen aan cliënten zelf.
Want kan je wat vertellen over die leerervaring? Want jullie vertelden net dat jullie een training hebben ontvangen. Wat waren nou echte eye-openers voorafgaande dat je dat gesprek inging? Of ook misschien wel na het gesprek? Van ja, dit is wel cruciaal. Wil je een succesvol gesprek voeren met cliënten? Nou, wat ik onder andere van Esther ook leerde, is dat je... klinkt eigenlijk vanzelfsprekend, maar dan moet je wel bewust van zijn dat het echt een hele andere manier van bevragen is, van gesprekken voeren is. Dat je heel goed moet aanvoelen wat je wel en niet kan vragen. Dus dat je de cliënt zelf goed inschat op wat hij of zij wil vertellen. Dat is mij bijgebleven. Dus je moet wel feeling hebben met de ander, laat ik het zo noemen. En dat was soms lastig, vooral omdat het ook die bijeenkomst digitaal plaatsvond. Dus dan kan je non-verbaal niet heel veel zien. En ook de manier van vragen, dus van bevragen. Dat er ook wel echt no-go's zijn in... zo moet je een vraag niet stellen. En dan snapt de ander niet wat je wil. Dus het was wel echt back to basic eigenlijk. Gesprekstechnieken hebben we ook wel geleerd, ja. Ja. Is dat antwoord op je vraag? Of is dat Nadine ziet er bij mij heel... Nadine is bevroren uit, maar vastgelopen. Ik dacht dat ik een heel stom antwoord had gegeven. Nee. Dat snap ik. Dus ik denk dat zo... Het is zeker een antwoord op de vraag, Renske. En, gelukkig. Nee, en hebben jullie nog een concreet voorbeeld van wat jullie nu hebben meegenomen in het beleid aan wat jullie uit ervaringsverhalen hebben opgenomen? Ja, Esther, ik zal even bij dit voorbeeld blijven, denk ik. Hè? Dan is het heel leuk om mee te geven dat wij dus inderdaad echt een visie aangepast hebben op de input van jongeren dus, in dit geval. En dan denk je dat je alles erin hebt zitten, maar dan zijn er echt eye-openers, zoals biedt mij van begin af aan perspectief op, ook al is het een eerlijk antwoord, geef het dan gewoon op waar ik naartoe ga en waar ik blijf. En doe dat vanaf begin af aan al en niet op 5 minuten voordat het gaat gebeuren. Dat soort zaken. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Dus het bieden van perspectief aan een jongere is een hele belangrijke die wij daarin hebben meegenomen. En daarnaast hebben we gezegd, er zijn zoveel mooie dingen gezegd in die bijeenkomst, dat we ook letterlijk citaten in de visie hebben gezet van de cliënten zelf. En die ondersteunen eigenlijk wat er staat. Dus dat is wel heel erg een mooie toevoeging geweest. Ja, want dat merken we eigenlijk in alle trajecten die we tot nu toe gedaan hebben, wel dat op het moment... dat beleidsmakers zelf cliënten spreken, dan komt dat eigenlijk altijd binnen. Het geeft een gezicht bij de verhalen, bij de cijfers die ze vaak wel in hun werk voorbij zien komen. En het is natuurlijk heel mooi dat de Renske en haar collega's nu de jongeren zelf gesproken hebben, maar dat kan lang niet altijd, omdat dat niet past bij de behoeften, de mogelijkheden of andere argumenten, hè, om ze bij het cliënt aan tafel te zetten. Dus we werken wel heel vaak met dat storytelling, dat verhalende, de persona's uit de design thinking. Dat werd net ook al door Nadine even aangehaald. En dat is ook wat we met de woonvisie hebben, maar ook met alle andere trajecten doen, is dat we wel de verhalen vertalen in persona's. En dat betekent dat we dus verhalen rondom een bepaalde doelgroep, van een bepaalde doelgroep clusteren. En verwerken tot een personage, wat een fictief personage is. Dus het heeft een hele andere naam en een andere verhaallijn dan de mensen die we gesproken hebben. Maar het is wel opgebouwd uit elementen van de jongeren en of de ouders die we gesproken hebben. En zo'n personage, zo'n persona helpt natuurlijk heel erg voor beleidsmakers, maar ook voor de zorgaanbieders, want ook met hen gebruiken we het, om het gesprek aan te gaan zonder de cliënt aan tafel, met eigenlijk wel de cliënt aan tafel. Maar dan kunnen beleidsmakers of aanbieders wel de taal spreken die vaak wat formeler is dan de taal van de cliënt. En wel zeggen, hey, wij zien dit en dit in de visie voor ons, maar wat betekent dat voor June? Of wat betekent dit voor Brian? Of wat betekent dit voor Karin? En dat is een hele mooie vorm, denken wij, om altijd het cliëntperspectief, waar je ook bent met elkaar, mee te nemen. Dankjewel voor je mooie toelichting. Ik viel even uit. Ik hoop dat Sophia het stokje had overgenomen. Heel goed.
Nou, wellicht goed om... Jullie gaven al aan, denk ik, wat do's en don'ts. Misschien heeft de groep nog een aantal vragen voor de sprekers. Ja. Ja, die kunnen dan inderdaad nog gesteld worden. Ik zie nog niet binnenkomen, maar wie weet komt het nog in de komende 4 minuten. Want dan zitten we alweer aan het einde van de tijd. Gaat supersnel. Ja, anders wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie heldere toelichting. En inspirerende verhalen om zelf ook mee aan de slag te gaan. En dan wellicht als laatste voor deze Zoomerschool nog wat belangrijke, denk ik, tips om in het achterhoofd te houden als je zelf aan de slag gaat met cliëntenparticipatie. Allereerst, weet je, kies een vorm van participatie die past bij jouw organisatie. Dat kan de gemeente zijn of de aanbieder. Er zijn echt meerdere vormen mogelijk. Dus naast de formele vormen die je ook vanuit de wet mogelijk moet invulling aan moet geven, zijn er heel veel andere vormen. Dus laat je creativiteit vooral de loop en pas je aan de doelgroep. Zorg wel voor structuur. Dus als je kiest, maak het ook voor de betrokkenen helder wanneer je ze nodig hebt. Dus die structuur intern is erg belangrijk. Ook al wordt het ad hoc, dat is ook een keuze voor de structuur die je uiteindelijk kiest. Ga in gesprek met cliënten. Doe dat dan ook per thema. En kies dan ook de cliënten die je op dat moment ook echt nodig hebt. Je hoorde al uit het verhaal van SDW dat als je met een grotere groep van cliënten werkt, dan biedt het altijd de mogelijkheid om tot maatwerk over te gaan en die cliënten te halen die ook echt het verhaal hebben om die de ervaring hebben. Probeer ook, en dat is misschien wel eerst een training waard, van wat voor thema's kun je het hebben met de cliënt? Wat snappen ze ook? Wij praten heel erg in... We hebben onze eigen taal natuurlijk ontwikkeld. En zijn al snel geneigd om te denken dat anderen dat ook begrijpen. Dus maar stap daarvan af en stap in die belevingswereld van die cliënt en maak het ook praktisch. Dat is belangrijk. En heb het niet alleen over inderdaad wat er mis is of wat knelpunten zijn, maar probeer ook de positieve verhalen op tafel te krijgen en redeneer ook van daaruit verder. Kiezen voor een methode die past bij de doelgroep. De leeftijd heeft daar een rol. Ook het type zorg wat ontvangen wordt. Is het een LVB-doelgroep of een doelgroep die dat wel meer snapt. Weet je, daar pas je daar op aan. Representativiteit is dus ook belangrijk, nogmaals. Gelijkwaardigheid in het gesprek. Zoals Raymond ook aangaf, zorg dat er iemand aanwezig is met mandaat, maar ook dat je ze wat biedt, dat je ze wat geeft, dat ze zelf ook leren, dat ze er zelf ook wat aan hebben. Maak gebruik van ervaringsdeskundigen. Er is heel veel ook te lezen op mijnervaringtelt.nl, dus kijk daar vooral ook op. En last but not least, laat je inspireren. Er zijn meerdere regio's die invulling geven, doen dat weer op een andere manier. Leg je oor te luisteren. Ga vooral ook in gesprek met zorgaanbieders die ook de rijke ervaring, denk ik, kunnen putten. Die kennen hun cliënten ook goed. Daar kun je ook toetsen wat werkt en wat niet werkt. Zoek vooral ook de ander op. Dan kijk ik nog even naar de chat of er vragen zijn. Want dan denk ik als laatste de vraag van wat neem je terug naar je regio? Wat heeft enorm geïnspireerd? We zijn erg nieuwsgierig en kunnen dat ook gebruiken voor vormgeven van een volgende Zoomerschool. Dus laat vooral horen wat je meeneemt naar huis en waar je mee aan de slag wordt. Wat geeft je energie en wat heb je geleerd? Als aanvulling is nog leuk om te vertellen dat wij morgen ook nog een Zoomerschool hebben van 12 tot 1. Die zou eigenlijk in juli zijn, maar die is nu verplaatst naar morgen. En dat is eigenlijk wel een mooie aanvulling. Namelijk met twee van onze regioambassadeurs vanuit cliëntperspectief. Die zowel in Zeeland als in Utrecht nu een platform aan het opzetten zijn voor ervaringsdeskundige ouders vooral. En dan eigenlijk gaan
de deelnemers meenemen in van, nou, hoe doe je dat? Hoe kun je dat inzetten? Welke vormen zijn daar? Dus dat past eigenlijk ook als mooi voorbeeld weer in hoe we vandaag hebben gesproken. Dus mocht je daar nog voor willen aanmelden, dat kan. Dat is morgen weer van 12 tot 1. Dus wie weet tot dan nog. Dus dat was nog even een aanvulling op de vraag net. Ja, we zien Suzanne Mandenmakers geeft aan cliënten benaderen betrekken bij de start van de hulp voor cliëntenparticipatie. Heeft graag geïnspireerd. Carola zegt, ik neem mee themagericht onderwerpen bespreken en luisteren naar ervaringen. Ingeborg geeft aan, ik vind het vooral inspirerend om de vele verschillende vormen te zien en te horen waarin dit georganiseerd kan worden. Ja, dus dat zijn... Oh, ik zie nog meer binnendruppelen. Leuk. Ja. Nou ja, ik ben blij dat we jullie weer hebben kunnen inspireren met verschillende vormen, verschillende werkvormen. Ja, nou... Goed te horen. Ja. We gaan hem afsluiten, want het uur is alweer voorbij. Er komen vast nog wat input in, dus dat is leuk om te lezen. Maar we moeten hem gaan afsluiten, want het is tijd. En iedereen, er waren heel veel mensen in beeld vandaag, zo her en der. Vooral Nadine en Sophie, heel erg bedankt voor jullie input vandaag. En ook de mooie praktijkvoorbeelden die aan bod zijn gekomen. Ik hoop dat het inderdaad inspirerend was voor iedereen. Er zijn nog twee sessies, dus diegene die ik morgen toelichtte. En er is er donderdag nog één, die gaat over iets heel anders, namelijk het leren van complexe casuïstiek, hoe je dat doet. En dan is de zomer voor deze Zoomerschool zo weer ten einde. Maar ze zijn allemaal terug te luisteren op ons platform, hartvoordejeugd.online. Daar komt ook deze straks op te staan. En daar kunnen we ook met elkaar verder in discussie gaan of in gesprek gaan op het forum. Dus allemaal van harte uitgenodigd om daar naartoe te komen. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne middag. En tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. No.